maar gewoon een beetje snel. En dan ga ik nu de andere kant doen. Smakelijk! Ja, ik wou net zeggen, dan zie je dat rooster. Dat vind ik wel echt leuk. Lekkie. Dit leuke topje van de Zara. En uiteindelijk de outfit. Trui van Naked. Broekje. Leren broekje. Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 24 januari. En als je heel veel zin hebt in deze weekvlog, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Dus vandaag is maandagochtend. En ik moet zo naar stage. Ik ga nu even ontbijten. Ik heb een soort van met yoghurt en fruit en krusli heb ik iets gemaakt. Maar ik moet echt over 5 minuutjes weg. Dus ik ga dit snel opeten. En dan ga ik na school even pakketjes halen. En misschien de vlog van vorige week editen als die leuk is geworden. Dus druk, druk, druk. Oké, ik ben bijna ready om te gaan. Dit is de outfit. Deze broek van Lovies met dit topje van Naked. En daaroverheen doe ik ook de blazer van Lovies. Het is wel een beetje overdreven, maar ja, de laatste tijd heb ik dat toch alleen maar aan, dus dat mag het wel. Het is inmiddels alweer maandagavond. Ik had tot 5:30 stage. Er zijn twee pakketjes binnengekomen. Eén van My Jewelry en één van de Decathlon. Die heb ik zelf besteld, My Jewelry heb ik gekregen. Zal ik vanavond wel eventjes openmaken. Ik ben nu even aan het koken. Eet gewoon aardappel, groente, vlees. Best wel simpel. Ik zal even laten zien wat ik aan het maken ben. Tomaatjes ga ik in de oven doen. We eten gewoon een kipsnitzel, broccoli en aardappeltjes uit de airfryer. Ik zie er echt uit als een spook. Ik heb twee pakketjes, dus die zal ik even aan jullie laten zien. Let niet op hoe ik eruit zie. Oh, ik ga eerst even mijn haar vast doen. Als eerste heb ik nieuwe skillers. Die zijn besteld bij de Decathlon. Ik had heel lang skillers, maar dat waren hele oude. Dus ik heb nu nieuwe skillers. Ik heb nu deze skillers. En als het goed is, moeten deze het wel wat beter doen. Dus deze waren van de Decathlon en deze waren... Hoe duur waren deze? 120 euro. Ze zijn echt best wel hoog. Dat is echt wel een grote lieve. Echt wel warm mee. Dus die gaan we proberen. En ik heb nog een pakketje van My Jewelry. Daar mocht ik iets uitzoeken. Er zitten twee dingetjes in. Als eerste deze scrunchies. Heel chill. En daarin zit dit. En hier ben ik heel benieuwd naar. Het is zo'n soort pak in een beetje een beige kleur. Een hele mooie kleur. Helemaal zo. Ik zal hem deze week wel even aandoen, dan kun je hem goed zien. Hij is 70 euro. Maar ik zal deze week nog wel eventjes aandoen. Ik denk wel dat hij een beetje lang is, zo te zien. Het is vandaag dinsdag, of misschien had ik dat vanochtend al gezegd. Ik had vandaag dus mijn gymstage en dat is altijd van ongeveer 8 tot 4. Ik ben echt net thuis. Ik moet straks weer werken. En dinsdag is echt zo'n zware dag voor mij. Dus daarom film ik niet zoveel. Ik had net twee pakketjes van AliExpress binnen. Heb ik dat in de tas gedaan. Namelijk een nieuwe telefoonhoesje. Maar ik had net al een nieuwe. En ook nog iets voor mijn oortjes. Ik heb nu lekker sushi besteld. Zodat ik zo lekker ga eten. En er zijn ook nog twee pakketjes. Maar die zal ik morgen even openmaken. Want dat is niet heel handig als ik dat nu ga doen. Maar één daarvan is een cadeautje voor mijn broertje, want die is deze week jarig. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En het is echt nog best wel vroeg. Ik ga vandaag foto's maken. En ik moet zo eerst nog even iets anders doen. Ik moet namelijk mijn oma even wegbrengen. Dus dat ga ik zo eerst doen. En ik heb me net even helemaal klaargemaakt. Als het goed is, had ik gisteren dit pak van My Jewelry opengemaakt. Was het alweer eergisteren denk ik. En ik vind hem eerlijk gezegd niet heel mooi zitten. Ik ben namelijk best wel klein en ik denk dat het gewoon geschikt is voor wat langere mensen. Ik zal het eventjes laten zien hoor. Nou, de bovenkant vind ik echt leuk. De kleur vind ik leuk. Alleen hier heb ik gewoon te veel ruimte over. Hier zo. Dus hij is gewoon, ik ben eigenlijk gewoon wat te klein. Ik ben natuurlijk ook maar 1,60. Dus... het is niet heel gek. Dus hij is helaas gewoon wat te klein. Het is niet anders. Ik denk dat ik hem op mijn Vinted ga zetten. Ik vind het wel echt heel erg jammer. Want ik wil dit pak echt mega graag. Ik had ook nog een pakketje gekregen. Dus die zal ik eventjes openmaken. Ik had namelijk een pakketje van Le Olive. Dus die ga ik eventjes uit de verpakking halen. Eigenlijk even een schaar. Want mijn nagels
Wil ik niet beschadigen. Dus ik ga vandaag lekker met Donna foto's maken. Mega veel zin in. Want ik heb echt mega drukke weken. Dus ik doe eigenlijk bijna geen leuke dingen. En foto's maken samen is natuurlijk altijd heel gezellig. Oh, ze hebben een nieuwe soort doos. Heel mooi. Ze hebben nu hele mooie roze dozen. Echt prachtig. Eerst was het natuurlijk altijd wit met goud. En deze is roze met goud. En het is gewoon echt altijd een cadeautje om open te maken. Ik moet even kijken wat ik ook alweer had uitgekozen. Oh, twee items heb ik al gekregen. De derde item moet ik nog ontvangen. Maar als eerste had ik nog een handdoek uitgekozen. Namelijk in deze beige kleur met gouden letters. En daar staat al Janette op. Ik heb hem ook al in het roze. Maar ik vind het echt fijne handdoeken. Nou, het zijn eigenlijk gewoon strandhanddoeken. Dus ik dacht, ik neem er nog eentje. En dat is die. En ik heb ook nog een hele mooie pyjama. In een beetje een beige gouden kleur. Ik heb de pyjama's altijd in een M. En dit is zo'n lange pyjama. En ik vind deze echt prachtig. En hier heb ik dan mijn initialen staan. Dus dat is deze. Deze heb ik ook al in het zwart. En ik draag hem echt heel vaak. Dus dat zijn die twee. Als het goed is waren er ook nog pantoffeltjes. Maar die komen dus nog. Dus dat zijn in ieder geval die twee items. Heel erg leuk. Oké, ik ben met Donna. Wij gaan foto's maken. Dat had ik al verteld. Oké, let's go. Ik ga dan nog even mijn haar borstelen. Oké, we hebben nu deze plek. En ik heb dit grijze pak aan. Zal ik het even showen? Zal ik het filmen? Wacht, dan moet ik eigenlijk even mijn jas uit. Wacht even. Leuk. Staat echt leuk. Heel leuk. Wel heel koud. Heel koud. Ik neem de vlog over. Welkom jongens bij een nieuwe vlog. Ik voel me helemaal jou. Oké, wij hebben foto's gemaakt. Hoeveel hebben we er nou? 3 of 4? Heel weinig. Niet heel veel. 3? 4 toch? Volgens mij, nou, maakt niet uit. Volgens mij 3. Nee, bij dat ene, oké, de eerste bij dat niet parkeren. Ja. Dan die tweede met het, had ik dat pak aan. Ja, bij dat mooie wit gezicht. Ja. Oh ja, 3 maar. Zo, echt weinig. Maar we hadden het niet echt nodig. Ja, we hadden het niet echt nodig. Maar we gaan nu even de stad in. Even lekker shoppen. Daar hadden we zin in. Oké, ik ben weer terug van foto's maken met Donna. Het was echt super gezellig en we zijn ook nog even naar de stad geweest. Ik heb wel weer wat dingetjes gekocht. Dus dat zal ik vanavond even laten zien. Want het is nu al best wel laat. En ik had beloofd om even een beetje op tijd te koken voor mijn vriend. Omdat hij straks vanavond moet sporten. Dus ja, dat ga ik zeker doen. Oeh, ik had het zo koud, dus ik had even dit aan en dan overheen nog een blazer. Maar ik ga straks dus eventjes unboxen wat ik heb gekocht. En ik ga nu even een trui aandoen en dan ga ik even eten maken. Ja, dat ga ik eerst eventjes doen. Oké, ik ben dus naar de Albert Heijn geweest en ik heb daar een vers pakket gehaald. Dus die ga ik even nu klaar knutselen. Het is zo'n Burrito's vers pakket. Deze. Dus die ga ik nu eventjes maken. Op zich vind ik het er wel goed uitzien. Oké, ik heb echt heel lekker gegeten. Het was echt een lekker vers pakket, dus een aanrader. En ik heb net even op de bank gechilled. Maar ik had natuurlijk beloofd om even te laten zien wat ik had gekocht. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Ik moet zo ook even de was opruimen. Ik heb hier een beetje allergische reactie of zo. Mijn kamer zit weer echt helemaal vol met was en spullen. Dus dat moet ik eigenlijk ook eventjes opruimen. Ik ga wel eerst eventjes laten zien wat ik heb gekocht. Let niet op die vlek hier. Ik weet zelf eigenlijk ook niet wat het is. Ik heb dat soms gewoon een allergische reactie. En ik moet ook straks even dit allemaal opruimen van de pakketjes. En mijn tas met spullen. Wat zit er allemaal in mijn tas? Mijn haarborstel. Wat ik heb gekocht bij Pink Jella. Ik gebruikte altijd de base. En nu heb ik de rubber base gekocht. Omdat het blijkt dat die veel beter is. Dus dat gaan we natuurlijk even uittesten. Zo, hij zit hierin. Die was volgens mij... Oh, hij was 15 euro. En dit is dus de rubber base. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga die testen.
Want bij mij gaat het er best wel snel af. Het is van Pink Jellac. Als je er ervaring mee hebt, laat zeker jouw favorieten achter. Ik had nog wat sieraden had ik gekocht. Ik hoop dat die scherp stelt. Gewoon bij de Primark. Ik zag namelijk echt hele leuke. Als eerst had ik gewoon even van die basic ringen gekocht. Want ik vind dat heel chill voor vakantie bijvoorbeeld. Dus die leg ik gewoon even hier in de la. En ik had nog echt hele mooie oorbellen gezien. En ik zag pas later dat dit twee keer een J'tje is. En dat is natuurlijk van mijn naam. Dus dat is extra leuk. Ze waren maar 5 euro. Dus die vind ik echt prachtig. Dus dat zijn deze oorbellen. Dan als volgende heb ik van die haarklipjes gekocht. Ik gebruik dat dus altijd in de ochtend voor mijn make-up. En dan wil ik niet dat hier zo'n bobbel komt. Dus daarom dacht ik, ik ga deze kopen. Want bij die andere krijg ik altijd heel erg een bobbel. Dus die ga ik even in de la leggen. Kijk, dan doe ik het altijd zo als ik mijn make-up ga doen. Dan zet ik dit altijd zo even aan de zijkant. Maar ja, ze hadden alleen maar een pak met heel veel. Het is 2,50, dus het kost natuurlijk echt geen drol. Maar ja, ik heb er maar twee nodig. Dan als volgende had ik een leren broekje gekocht. Ik vond deze er wel heel leuk uitzien en ook wat langer model. Deze heb ik in een maatje 38 en was volgens mij 16 euro. 16 euro. Die ga ik binnenkort wel even aandoen. 21 paar sokken gekocht. Die sokken die vliegen bij mij echt de deur uit. En nu heb ik gewoon allemaal dezelfde. Raak ik ze ook niet meer kwijt. Dus die ga ik zo in de la doen. En ik heb iets gekocht om uit te proberen. Nou, ik ben best wel een beetje... Hoe zeg je dat? Ik vind Molly Mae van Love Island echt mega leuk. Zij heeft altijd van die soort van wafelkrullen. Toen zag ik deze bij de Primark. Toen dacht ik, hoe leuk is het om dit een keer te proberen. Als ik misschien zin heb, doe ik het zo eventjes. Maar daar kan je dus van die wafelkrullen mee maken. En dat was maar 16 euro. Dus ik dacht, om het te proberen lijkt het me wel heel erg leuk. Dus dat is deze. Dan had ik vorige week echt mega veel gekocht van de Zara sale. En ik zag toch nog twee dingetjes. Dus die heb ik ook gekocht. Oh, dit is gewoon mijn eigen shirt. Die moet gelijk even in de was. Dat gaan we doen. Zag ik namelijk dit leuke topje van de Zara. En deze heb ik in een maatje. En wat was de laatste die ze hebben? Of hadden eigenlijk. Deze was 10 euro. En volgens mij ging er zelfs nog 2 euro korting af. En hij was echt heel erg leuk. Heel leuk voor onder een blazer. Of gewoon natuurlijk op vakantie. Of misschien op dit leren broekje. Echt mega leuk. En ik zag nog een jurkje. En daar twijfelde ik een beetje over. Ik vind hem echt super leuk. Wacht, ik ga hem laten zien. Aan de achterkant heeft hij dus gekruiste bandjes. En aan de onderkant heeft hij dus allemaal van die hele leuke franjes. En het is echt zo'n satijnen stof. De kwaliteit voelt mega goed aan. Normaal is dit jurkje dus echt volgens mij 60 of 50 euro. En hij was dus nu 13. En ik vond hem echt mega leuk. Ik kan de originele prijs kan ik niet meer zien. Of kan ik die hieronder... Echt 1000 kaartjes opgeplakt. Maar ik vond hem dus eigenlijk iets te lang. Maar ja, ik dacht ook weer, als je loopt, dan gaat het een beetje opzij en dan is het minder erg. Maar in ieder geval, dat is dus dit hele leuke jurkje. Dat is alles wat ik bij de Zara heb gekocht. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Mijn broertje is vandaag jarig. Vanavond vieren we zijn verjaardag. Maar ik moet nu naar stage toe. Dus ik heb me aangekleed en opgemaakt. Ik heb zo'n basic outfit aan. En ik ga zo naar school en dan moet ik de hele dag lesgeven. Op school ga ik niks filmen, dus jullie zien mij pas weer na school. En ik ben echt mega moe. En vanavond gaan we weer voor het eerst iets eten. Super veel zin in. Oké, ik ben weer thuis van stage. Het is inmiddels alweer bijna 17:30 vanavond. Nou ja, straks gaan we dus uit eten. Want mijn broertje is vandaag jarig. We gaan om 19:30. Dus ik ga me zo even klaarmaken. Ik heb echt geen zin om mijn haar te wassen. Dus dat ga ik niet doen. Ik ga wel even een kleine snack nemen. Want ik heb echt zoveel trek. Het is hier heel koud. 18. Zo. Dus ik ga eventjes een snackje nemen. Het is inmiddels over 18:00. Ik wil dus eigenlijk, gisteren had ik een wafelkrultang gekocht en ik wil dus eigenlijk die proberen. Maar ja, ik heb er echt geen tijd voor en ik ben heel bang dat ik een soort schaap word. Maar ja, ik weet gewoon hoe ik ben, dus ik ga het gewoon proberen. En ik dacht, ik film het even.
Nou, de outfit is in ieder geval gewisseld. Ik twijfel dus ook of ik het eerst... Dat ik een deel omhoog moet doen. Wat ga ik doen? Nee, ik ga het gewoon in één keer doen. Volgens mij is die opgewarmd. Maar er kan eigenlijk heel weinig haar. Of moet dit clipje zo? Hij kan maar een heel klein stukje open. Heel vervelend. Oké, ik heb nu één kant een klein beetje gewoon snel gedaan. Is niet super goed, maar gewoon een beetje snel. En dan ga ik nu de andere kant doen. Ik vind het op zich wel schattig of zo. Wel een beetje beachy of zo. Ja, wel leuk. Oké, ik heb het nu gedaan. Maar omdat ik het nu een beetje een soort van snel slordig heb gedaan, vind ik het eigenlijk niet heel mooi. Maar ik denk als ik het een keer echt goed doe, dat het wel heel mooi kan zijn. Dus dat is dit. Dit is uiteindelijk de outfit. Trui van Naked, broekje, leren broekje en leren laarzen. Helemaal in het zwart. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En normaal moet ik op vrijdag altijd naar school. Maar het is nu eind van de periode. Dus ik ben vandaag vrij. En dat is echt super fijn. Want dat had ik ook echt eventjes nodig. Gisteren gingen we uit eten. Was echt super lekker. Was weer de eerste keer uit eten. En ik had lekker garnalen en een pizza. Was echt... top, dus daar was ik heel erg blij mee. En ik heb nu niet de zwarte, maar de groene trui aan van Naked. Het zijn echt mijn favoriete truien. En ik ga zo lekker met mijn moeder lunchen. Heel erg leuk. Dus ik had gisteren die wafelkrullen. Ik had het natuurlijk niet super goed gedaan. Maar ik vond het uiteindelijk best wel mooi. Ik moest vanochtend gewoon echt douchen, omdat ik gewoon vet haar had. Maar ik denk dat ik het dus nu nog een keer ga proberen. Alleen dan iets beter. Alleen moet ik vandaag natuurlijk wel de hele dag loop ik buiten. Dus ik weet niet of het er beter van wordt. Maar we gaan het gewoon lekker doen. Dus ja, ik ga even mijn haar feunen. En dan gaan we mijn haar met de wafeltang weer doen. Oké, nou de wafelkrullen zitten er weer in. Ik weet nou niet of ik het beter vind dan gisteren. Want mijn haar is nu een beetje... te zacht, als je snapt wat ik bedoel. En ik heb mijn hoofd echt verbrand. Maar ik ga even make-up doen en dan zakt het een beetje uit. En dan ben ik wel heel benieuwd hoe het er dan uitziet. Nou, de make-up is ook gedaan. Ik vind het nu een beetje... Ik heb er nu te veel aangezeten. Dus ik vind het nu een beetje pluizig. Maar we laten het nu gewoon. Ik doe straks denk ik toch een muts op als we naar buiten gaan. Dus dit is uiteindelijk de look... Ik lijk heel wit. Het valt eigenlijk nog best wel mee hoe wit ik ben. Door de zelfbruiner. Maar nog een klein beetje highlighter op. En dan komt mijn moeder me zo ophalen. Lekkie. Lekker met je mama. Oké, ik ben weer thuis. Ik heb natuurlijk lekker met mijn moeder geluncht in de stad. Maar in Den Haag was echt super gezellig. En we hebben ook nog even geshopt. De Zara was dus dicht daar. Dat wist ik niet. Echt heel erg jammer. Maar misschien ook wel beter voor mijn portemonnee. Want ik heb een aantal dingen gekocht. Oh ja, ik heb me net even omgekleed. Want vanavond ga ik ook bij mijn moeder eten. En ik heb net even een pakketje van Vinted weggebracht. Dus daarom had ik me even omgekleed. En ik heb een... tasje vol met nieuwe spullen. Als eerste was ik bij de Mango geweest. En daar hadden ze echt hele leuke dingen in de sale. Maar ik mocht maar één dingetje van mezelf kopen. En het is een jurkje. Eigenlijk ook wel een beetje voor de zomer. Maar hij kan ook wel nu. Gewoon met een panty en lange laarzen bijvoorbeeld. En het is gewoon een zwart jurkje. En hij is helemaal zo een beetje doorschijnend. Echt een leuk avondjurkje. En een beetje niet strak. Gewoon echt best wel wijd. Deze heb ik in de maat S. En deze was volgens mij normaal 40 euro. En hij was nu 16 euro. Dus nog een zomerjurkje. Ik heb deze week echt zoveel zomeritems gekocht. Oké, er was even een korte onderbreking. Maar dat zwarte jurkje dus. Bij het Kruidvat had ik nog tampons gehaald. Maar ik zag dus ook de Essence Brow Styling Soap. Dus daar was ik heel benieuwd naar. Volgens mij zag ik dit op TikTok voorbij komen.
Dus die ga ik even testen. Niet vandaag. Nieuwe panties van de Hema. Die vind ik altijd heel fijn. Dan had ik bij de Kosters nog hele leuke dingen gekocht. Namelijk ook wel voor de zomer. Maar ja. Nu allemaal een sale natuurlijk. Echt van een super lekkere stof. Zo'n soort jurkje die je of over je bikini heen kan doen. Gewoon zo'n lang soort katoenen jurkje. Met een riempje. Deze normaal was hij 50 euro. En nu was hij nog maar 20 euro. Dus ik kon hem gewoon echt niet laten liggen. En hij is echt prachtig. Dus die ga ik in de zomer lekker veel dragen. En ik zag nog iets heel leuks. En dat is zo'n blazer. Maar dan zonder mouwen. En ik dacht, hoe leuk is deze? Gewoon een zwarte. En ik vond hem echt mega mooi afgewerkt. Met mooie knopen en een mooie kraag. Die was normaal 50 euro. En die was nu 25 euro. Dus toen dacht ik, ja, deze moet ik gewoon meenemen. Dus die heb ik ook gekocht. En nu is het wel echt weer voor de komende tijd echt meer dan genoeg. Want het houdt niet op hoeveel kleding ik erbij krijg. Goedemorgen. Oh nee, grapje. Het is, hoe laat is het? Nou, we waren best op tijd, hè, mam? 4:15. Het is vandaag zaterdag. Ik moest vanochtend werken. En ik ben nu bij mijn moeder thuis. Want we gaan mijn broertjes verjaardag vieren. Dus we gaan vanavond uit eten. Heb ik al gezegd waar wij uit eten gaan? Nou ja, goed. Oh. De outfit laten zien. Want deze had ik dus gisteren nieuw. Met daaronder deze blouse. Hey. Met lange laarzen. Leuk. Dus laat staan gewoon deze nog niet. Deze. Oh, nee. Oh, mag, ja, wat voor koud dan? Ja. Van een quiz. Ja, zo'n koud quiz. Ja, dat is toch leuk. Dan zetten we één laptop en dan doen we de rest via ons telefoon. Weet je hoe leuk dat is? Oké, doe maar. Weet je maar. Oké, maar dan hebben we wel een laptop nodig. Mijn laptop ligt hier niet. Ja, mijn laptop. Is jouw laptop hier niet? Sowieso wel. Ja, wel, maar ligt. Mam, mag ik jouw laptop? Eet smakelijk! Hop, hop, hop.